het nieuwe werken bestaat wat ons betreft niet. Het nieuwe werk is ons. Het nieuwe werken is niet een product, het is een proces. Het gaat niet vanzelf. Het nieuwe werken staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Er zijn veel manieren om dit in te vullen, maar hoe begin je met het nieuwe werken? Wat zijn de eerste stappen bij het organiseren van effectief werken en vergaderen? Rondom deze vragen organiseren Vodafone en Juno in Creative Valley een interactief seminar. Centraal stonden de thema's Business, Bits, Bricks en Behavior. YouMeet is een creatief vergaderconcept wat wij een aantal jaren geleden in de markt hebben gezet om het vergaderen leuker en efficiënter te maken in Nederland. Wij willen de deelnemers van de sessie meegeven dat in eerste instantie het nieuwe werken waarvoor ze gekomen zijn niet bestaat. En dat is met name in het woordje het zit dat. De suggestie dat je een vloertje Interpolis van het schap trekt en dat daarmee de nieuwe manier van werken voor je organisatie helder is, dat beeld willen we wegnemen. Het nieuwe werk is onzin. Het grootst mogelijke onzin die ik ooit gehoord heb. Wat je ziet is dat er ontwikkelingen zijn, met name technologisch gedreven, waardoor we plaats en tijd onafhankelijk kunnen gaan werken. Dat wordt onterecht als het nieuwe werk, als een soort van containerbegrip, wordt dat aangeduid. Maar er zitten zoveel variaties erin. Het nieuwe werk is niet een product, het is een proces. En het blijft een ontwikkeling. Het is natuurlijk het beroemde rijtje Bricks, Bytes, Behavior. Nou, die eerste twee vanuit IT en de inrichting van het gebouw, die zijn vaak heel tastbaar te maken wat er gebeurt. Maar het is uiteindelijk de gedragscomponent die gaat bepalen hoe succesvol het nieuwe werken qua resultaat, qua business case die erachter zit, nou voor elkaar komt. Het leuke is dat dit seminar vandaag hier is, in een gebouw wat gemaakt is om andere manieren te werken. Dat is iets anders dan het nieuwe werken. Het nieuwe werken wordt vaak verward met thuiswerken. En dat is het niet. Een kantoor blijft een hele belangrijke plek voor mensen. Belangrijke plek om voor mensen om elkaar te ontmoeten. Dat hebben mensen nodig, want mensen zijn mensen. Resultaten kun je zien op basis van kosten. Ook aan efficiëntieslagen. En ook op basis van tevredenheid. Nou, die gedragskant die gaat meestal niet vanzelf. De meeste organisaties besteden, zeker aan de voorkant, heel veel tijd aan hoe gaan we het IT-technisch inrichten, hoe gaan we het gebouw inrichten. En gaandeweg het proces ervaren we dan dat mensen niet helemaal gebruik maken, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Het is niet one size fits all, maar je gaat kijken van oké, wat voor profiel heb ik, wat voor behoeften heb ik, wat is de verantwoording, wat voor resultaat verwacht ik. En op basis daarvan worden profielen ingesteld. Een van de dingen die vanuit de mensen komen die dit soort programma's al hebben ingevoerd, is dat men constateert dat de weerstand na invoering tegen de nieuwe manier van werken eigenlijk volledig weg is. Het boeiende is dat uiteindelijk in dat nieuwe werken er van mensen eigenlijk niks nieuws verwacht wordt. Het enige wat speelt is dat dat wat mensen nu in de oude situatie niet goed kunnen, dat wordt extra sterk aangezet op het moment dat je het nieuwe werken gaat toepassen. Wij zijn overal bereikbaar. Anytime, any place, anywhere. Anywhere, anno 2014 is echt anywhere.